Leerlingen komen op school, ze verschillen in waar ze staan in sociaal en emotionele ontwikkeling. En om daarbij goed aan te sluiten, zul je als school dus verschillende dingen moeten doen die passen bij waar leerlingen vandaan komen. Elk kind hier, daar hangt een verhaal aan. Er is aandacht voor elk probleem. Als het moet, dan schuiven we alles aan de kant en dan zeggen we van kom maar met je verhaal, want zo kun jij niet leren. Je moet echt eerst zorgen dat het in de hoofden rustig is en dat kinderen met plezier naar school gaan. En ja, dat vind ik gewoon het belangrijkste. Wil je optimaal ruimte hebben in je hoofd om te kunnen leren, moet je je lekker voelen. En dat geldt zowel voor de kinderen als voor het schoolpersoneel. Dat kun je heel mooi ontwikkelen als je werkt aan welbevinden op school. Welbevinden is natuurlijk ook een heel breed begrip. En het is niet one size fits all. Van wat vind je als school belangrijk? Waar sta je voor als school? Wat zijn je waarden? Die kernwaarden gelden voor leerlingen, het docententeam, maar ook voor ouders. En van daaruit ga je binnen school allerlei dingen, activiteiten opzetten. Dat is je uitgangspunt. Pestincidenten, onveilig gedrag kan er op school zijn. Wat wij adviseren is om niet alleen maar die incidenten op te lossen, maar om te kijken of je schoolbreed aandacht aan dat thema kunt hebben. De kapstok is gezonde school op welbevinden. En daar wordt het steeds meer aangehaakt. Bij de aanvraag van het vignet hebben we erg veel steun gehad van Jolien van Lier. Zij is met ons de menukaart door gaan nemen, want er zijn ontzettend veel programma's en interventies die je kunt plegen. Zij kwam met suggesties en interventies die ze ons uitgelegd heeft om een keuze te maken wat past bij je school. Al mijn collega's zijn daarop ingesteld van er kan elk moment van de dag kan er iets zijn met een kind. Dat was eigenlijk ook de reden om dat gewoon eens even goed op papier te zetten. Wat doen we daar dan allemaal aan? Begin met dat pedagogisch klimaat, dat je een veilige, positieve sfeer hebt binnen school. Dat is de basis. Goede aandacht voor leerlingen hebt, dat je hen sociale vaardigheden aanleert. Als een leerkracht bijvoorbeeld dat goed kan, boosheid kan vertalen naar welke emotie ligt daar dan onder, welk verhaal zit daarachter, worden kinderen dagelijks daarin herkend en gezien. Ouders op een goede manier en een positieve manier betrekt bij school en bij hun kind. Wat zijn nou mogelijkheden waardoor je de band ook met ouders kan versterken? Niet alleen maar dat het een opdracht is, maar dat het de school het gevoel geeft, jullie zijn hier welkom. Dat als je door een school heen loopt en er wordt een feest georganiseerd en ouders die doen mee aan de viering van het feest. En dat als leerlingen wel iets meer aan de hand is, dat die vroegtijdig worden gezien binnen school en vroegtijdig geholpen worden. En dat kan zowel binnen school zijn als ook buiten school met zorgpartijen die er zijn rondom school. Dat is een heel scala aan preventieprogramma's. Je hebt de kanjetraining, je hebt taakspel, je hebt positive school behavior support. En het is wel heel belangrijk dat je als school goed kijkt van wat past bij ons als school. Wat past bij ons als directie, als docententeam, maar ook bij onze leerlingen. En dat je daar goed over nadenkt voordat je met zo'n programma aan de slag gaat. Dat je dat echt op maat doet.